zo'n t-shirt is. Dat er dan zo'n boodschap van zijn zoontje is. Maar ja, papa is geen hondenlul. Ja. Dat als tijdens de gewonnen finale het laatste fluitsignaal gaat, dat ze dan met z'n allen op elkaar gaan liggen. Gewoon om zeker te weten dat Willem-Alexander er niet tussen kan. Kieskamers die kunnen verhuurd worden aan supporters. Ja. Ja. Maar dat is toch eigenlijk heel raar. Want dan kom je s'avonds thuis naar een wedstrijd, doe je het licht aan. En dan wordt het de hele avond op het raam geklopt. Nee, ja. Dat is toch heel vervelend? Ja. 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 Je doet geen ogen dicht. Ze hebben geen lekker leeslicht. Nee. Dus, er staat heel veel leeg. En dan is het toch handig om dat te verhuren. Er is één nog. Ja. Kijk, als het over een natte droom gaat, dan zal het wel weer iets met de hand van God te maken hebben. De droom van Maradona is dat hij trainer van Barcelona wordt. En dat zou ik zo mooi vinden als Barcelona bekend maakt van, nou, wij gaan de sollicitatieprocedure starten. Wij zoeken een dikke aan kookverslaafde ex-voetballer. En dat dan toevallig Maradona zegt, ja, dat ben ik, wat een toeval. Dat zou toch geweldig zijn? Ja. Dat hij uit Cuba, dat hij dan met een cargovlucht bovenaan kan. Ja, dat was helemaal goed. Jij hebt Cruijff echt ontmoet. Heeft hij het dan vaak over mij? Kan je daar überhaupt nog wat zeggen? Weet je nog de eerste keer dat jij Cruijff ontmoet? Tenminste, Cruijff is maar echt. Dat is bijna. Nou, ik vind hem wel beter dan God vind ik. Kon je dan wel praten überhaupt? Ik zei iets hebben van. Toen ook al niet, nee. Maar moet je dan niet. Was je niet heel zenuwachtig? Nee, dat ben ik alleen met Piet Keizer geweest. Dat zou je misschien ook wel gehad hebben, die ervaring. Keizer was. Nee, jij niet. Ik had het tegen Eddie. We zaten bij de stadions. Kees Jansma, Hugo Walcher en Jack van Gelder die geven commentaar bij een wedstrijd. En Hans Kraaij na een wedstrijd. Ja, want anders kan hij het niet. Hij moet het eerst gezien hebben en dan pas kan hij voorspellen hoe het ging. Dat is het waarschijnlijk. Kijk, Kees Jansma, die kan je natuurlijk niet met die andere drie vergelijken. Dit is gewoon Kees Jansma. Dat is gewoon een instituut. Sorry. Dat kun je toch niet vergelijken met drie van die schobbejakken die waarschijnlijk hun eigen foto hebben ingestuurd van mogen we ook een keer in een quiz voorkomen. Dit is gewoon Kees Jansma, dat is gewoon de man. Daar kun je toch niet serieus hier gaan zitten en zeggen Kees dit en dit dat. Dat kan echt niet. Ik vind dat deze hele ronde zou niet plaats mogen vinden. Ik moet dus ook zeggen dat Cruijff regelmatig naar je vraagt hoor. Ja, begrijp ik heel goed. Ja, misschien kun je een beetje goed rekenen wat wij wouden horen. Heel plausibel verhaal. Toch wel. Europees kampioen geweest. Frankrijk ook. Sorry. Nee, niet kwalijk. Nederland ook. Ja, nou, lach je niet meer, hè? Nee. Want de Tsjechen namelijk niet. Nee. De Tsjechen wel. De Tsjechen zijn toch geen Europese kampioen. 1976 is Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije. Dat noemden wij toen. Die noem je toch niet Tsjechoslowakijers? Die noemde je Tsjechen. Tuurlijk. Panenka. Dat is toch onzin. Wij hebben vroeger ook bij Spanje gehoord. En die zijn dan ook Nederlands kampioen geweest. Ja, dat vind ik wel ook. Zo voel ik dat wel, ja. Het is wel opvallend dat de andere drie landen, die dus bij Nederland in de pool zitten, net de landen zijn die Nederland in het verleden van Europese titels hebben afgehouden. Denemarken in 92. Frankrijk 26. 4 jaar geleden. Mm-hmm. En de Tsjechen in Joegoslavië. Alleen. Nee, toen waren het Tsjechoslowaken, hè? Ja, dat vind ik een onzin argument. Dat is goed. Goed. Ja. Maar dit is het niet hoor. Nee, is niet. Dit is gewoon, kijk, die rechtsonder, dat is Nederland. Oh. Dit zijn de Tsjechiërs, dit zijn Fransen, Denen, weet ik veel. En die moeten dood, mensen. Wij gaan gewoon die cup pakken. Hun schoten zijn kutteams. Die Fransen zijn uit de zaak over.
met 3-4-0. Kluivert, we zijn Nederlanders en Oranje, we winnen die cup. Zo is het. Juist. En daarom horen die andere hier thuis oprotten. Michael Reiziger heeft een bal op zijn lip gehad. Hij vraagt aan Overmars, hoe dik is die nu? Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Dit Was Het Nieuws. Helling bekend. Hé, hey, het is een hondenlul met een extra N. De, pak je kaarten af te geven. Wimmy, ja, vertel. Nee, dit is namelijk Desayuno, zoals hij altijd genoemd wordt. Dit is natuurlijk Edgar Davids. Kijk nog een keer, je snapt het. Gaat erin. Altijd namelijk, hè. Bij Nederland gaat er nooit eentje in. Edgar is er heel boos ook over, dat zie je. Hou jij nou maar even rustig, Kluiver. Dat is veel beter, dat vind ik ook. Kijk, krijgt hij een onwijze trap. Weet je wie dat was? Ja, nu man. Oh. Dit is heel triek. Maar dit vind ik weer goed. Dit vind ik weer goed. Dan gaat hij zich verontschuldigen. Dat doen ze bij ons nooit. Nou ja, dit is goed. Schitterend. Ik vind het goed. Schitterend. Oh, dat vind je goed, Broer ja. Is goed. De eerste keer dat ik bij Bergkamp emoties zie, ook nog nooit eerder gezien. Nou, je hebt hem nooit in een vliegtuig zien stappen. Ja, nou. Ja. Boudewijn van Zenden hebben we hier. Boudewijn van Zenden. Edcor weer. Ja, verder niet zoveel over te zeggen. Ja. Dit gaat lekker, hè? Dit vind ik slecht. Wat vind je slecht? Sint de Trekmuis, hij schrijft het ook terecht op. Het telefoonnummer van David, ja, om nog eventjes te bellen. Uitwisselen. Ja, dit was het? Dit was het nieuws, ja, toch wel. Dit was het nieuws, ja. Goed, leuk. Leuk, hè? Ja. 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 Geesten? Nee. Ja, het is gewoon geen één naam goed. Ja, nu wel een je goed, nee, ja. Dat maar dat is ook erg. Dat is de enige die je fout mag hebben. Bij ons thuis. En de allerdomste man, dat vind ik nog het bizarre daar, de allerdomste Engelsman, die heet Wise. Ja, dat is... Echt waar, die loopt als een blinde zo kriskras over het veld. Daar word je ook woedend van als fan. Jezus Christus, ik heb zin om iemand te grijpen. En dan gaan ze erop uit met knuppels en weet ik veel. Daar zitten ze, Hoenderlo, Otterlo. Daar komen ze aan. Daar komen ze! Ja. Dat zijn de jongens. Kluivert. Die mag dus weer rijden. Ja. Even kijken. Wie zit er in de volgende? Zwaaien, wachten. Het zijn de boertjes. De boertjes. Zwaaien. Hey. Zag ik niet. Mooie auto. Nee, niet echt een mooie auto. Volgende. Hey, Michael Reiziger, welkom. Kom maar binnen. Hupla. In een Porsche. Schitterend zeg. Kijk, dit. Wat is dat nou? Wie is die hond? Een vrouw met een hond. Kom ik zo. Wie is dit? Weet ik niet. Broer van Ed de Groei. Doorrijden. dit is Edgar. Edje, met bril. Een vrouw gewoon. Nee, dat is Edgar Davids. Gaat nog weg. Even kijken wie hierin zit. Jaapie Stam. Met een zo'n auto. Dat was het. Wie je miste is... Bert Konteman, maar die is door zijn moeder achter op de fiets gebracht, denk ik. Bergkamp. Bergkamp was er ook niet. Nee, durf maar niet die rijden, nee, erop. Waarschijnlijk omdat er in zijn auto een automatische piloot zat of zo. Eens even kijken, wie hebben we nog meer niet? Ed de Groei. Maar die heeft ook niet zijn rijbewijs. Heeft zijn theorie niet gehaald. En hij mag niet met de bus, want dan gaat hij achterin zitten. Zijn broek wil ik mee trekken. Ja, billen tegen het raam. Ja, het schijnt heel erg. Nou, ze dachten dat hij zijn billen tegen het raam had, maar dat was gewoon... Toen heeft hij je snor genomen. Nu weten mensen... Maar dan nog is het moeilijk. Nee, maar goed. Wat ik raar vind, dat er dan allemaal mensen staan. Dat vind ik dus opvallend. Ja, of reageren op elkaar. Maar het blijft bij voetbalhumor. Je hebt echt, het waren hilarische dingen in de kleedkamer. Dat is nou, een hilarisch ding is, weet gewoon, iedereen. Ja, dingen ja, plassen als... in de shampooflessen, die. Toch? Nou, dat is toch hilarisch. Of, ja. Pis in de shampoofles aangeven. Ja, we hebben een nieuwe shampoo. Ja, of als de douche een beetje koud was. Over iemand heen pissen. Ja, het wordt al warm. Dat, dat is... ja.
Weet je wat ook een hele goeie was? Dan deed je bijvoorbeeld, ik deed dan jouw kleren aan. En dan riepen ze, kom op, we gaan Peter onder de douche zetten, kom op man. En nou, dat was geweldig. Dat soort, en dat doen ze nu ook. Ja. Voetbalhumor. Heb jij op sport gezeten? Ja. Wat voor sport? Veel schaatsen, tennissen, zwemmen. Het klopt helemaal stil hier. Schaatsen, tennissen, zwemmen. Ja. En mooi, ja, dat pis. Ja, pis en zwemmen. Nee, met basketbal. Het is een beetje zo dat vrouwen daar wat anders in zijn. Heel veel vrouwen vinden het namelijk vies als je onder de douche plast. Ik niet, ik plas altijd onder de douche. Ik wacht niet, ja. Maar... Goed! Die vrouwen... Het wordt wel warm, het wordt wel warm! Maar die vinden dat, ja, maar dat zie je niet. Nee. Waarom zie je dat niet? Nou, je staat gewoon lekker met je zitten. Praat je gewoon met elkaar, plassen, klaar. Bij jullie gaat dat die kant op, bij ons gaat dat meteen die kant op. Ja, maar je ziet toch ook kleur? Er is toch kleurverschil? Ja, maar we gaan toch niet altijd zo staan te douchen? Je gaat toch niet altijd zo staan kijken? Ja, jij wel, ja. Hoe ga je anders douchen? De mannen moeten natuurlijk kijken, natuurlijk. Maar nou even, wat zijn die schaatshumor en zwemhumor en wat deden jullie? Serieus, we waren buitengewoon serieus. Klein ook nog. Nou, dat was nog heel klein. Je niet water in iemand zijn schaatsen doen en dat is leuk. Dat is dan, dat bevriest. Ja, maar jij? Dat bevriest jou. Dat is wel leuk. Het blijft bij voetbalhumor. Jaap trekt een heel zuinig mondje. Ja, en hij ook. En hij heeft het helemaal gehad. Michael voor zijn doen ook. Zij open en zingen. Edgar ook. En zij... Zingen. Ja, zij zingen uit volle borst. Het Wilhelmus. Dit is tijdens het Wilhelmus. Strakke blik van Edgar. Welkeurig zijn bril afgedaan. Ja, dat is ook netjes. Jaap. Geen idee, je weet de woorden niet meer. Tegen wie spelen we ook alweer? Denk Jaap. Maar Edje denkt, ja, mijn bril, oh god, kut, waar is mijn bril? Ik weet mijn bril niet meer. Ja. En zij zijn gewoon van de vrouwen. Ja. Zingen. En dat is ook logisch, want even kijken, Reiziger en de boer en de boer en... Nee, Davids, die hebben bij Ajax gespeeld, ja. Jawel. En Stam niet, ja. Zou ook kunnen zijn. Het kan ook zijn dat, mag ik nog eventjes? Ja, tuurlijk. Dat Edgar en Michael, ja, ik noem gewoon de voornamen, want ik zit er al, ja, als je zo vaak bij ze komt kijken, dan... Dan is het dit en nee. Wanneer was dat? Je ziet ze ook zoeken. Hey, als het veld opkomen, zit hij er. Ja, Ronald, jammer van zijn liefsblessure. Ronald, als je zit te kijken. Denk het wel. Wetenschap voor het hele. Goeie, het hele Lies gebeuren. Gaan wij met elkaar om. Die goal wat een gisteren. Goal van Frank de Nou kom ik even op de wedstrijd. Ik heb hem gemist. Niet. Van Gaal. En de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja, En Van Gaal denkt dat hij de koning van Spanje is. Maar als je hem ziet trainen, denk je meer dat hij van Duitse bloed is. Ja. Beckham is rijk en... Nee, Beckham is rijk en zo. Rijk en... Rijk en... En uitgeschakeld. Denk het wel, hè. David Beckham is rijk en... Bang! Bang. Speler van Jurassic Park. Nee, dat is hij niet. Het is namelijk dat er iemand, bijvoorbeeld inderdaad... Ed en zijn vrouw even slim. Dat ze even slim zijn geweest. Heel snel, even een moment. Heel even. Heel even. Ja. Ja. Dat is het. Daar zit ze. Ik heb het. Ja. Oh nee. Hey. Van Gaal. En de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja. En Van Gaal denkt dat hij de koning van Spanje is. Maar als je hem ziet trainen, denk je meer dat hij van Duitse bloed is. Ja. Beckham is rijk en... Nee, Beckham is rijk en zo. Rijk en... Rijk en... En uitgeschakeld. Denk het wel, hè. David Beckham is rijk en... Bang! Bang. Speler van Jurassic Park. Nee, dat is hij niet. Het is namelijk dat er iemand, bijvoorbeeld inderdaad... Ed en zijn vrouw even slim. Dat ze even slim zijn geweest. Heel snel, even een moment. Heel even. Heel even. Ja. Ja. Dat is het. Daar zit ze. Dat ik heb het. Ja. Oh nee. Hey. Zij
succes. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dat goed is. Na van Home. Te houden. Wave leidt tot verdeeldheid binnen koninklijk huis. Welkom met Dit Was Het Nieuws. Sander. Kunstziek met... Ja. Zweeft goed, vliegt goed, maar pakt niks. Huppla, dit is toch niet te geloven, jongens. Ik werd gek. 4. Senne heeft meegeteld. Oeh! Als je vroeger die houten palen had, hè, en je was hier... Deuk in de paal. Overmars. Ja, iedereen gaat scoren nu. Het maakt niks meer uit. Huppla, nog een keer. Ja, dit was ja, terecht. En dit was trouwens een redelijk lopje ook, hoor. Ja, wat moeten we hierover zeggen? Dit was kunst. Dit was het mooiste Nederlands team wat ik de laatste... Wanneer speelde jij voor het laatst? Blijven ze zo spelen nu? Nou, hij weet alles waarschijnlijk. Ik hoop het wel. Men had het erover. Een stijgende lijn. Kluivert heeft er 3 gescoord. Ja, ja, maar op het officiële wedstrijdformulier staan er 4. Nee, is door de commissie van de UEFA teruggedraaid. Ze hebben 3,5 uur naar de videobeelden zitten kijken en ze zijn er eindelijk uit dat Covadarius had gescoord. Het is een 5-2 geworden. Dus hij staat... Nee. Blijkbaar. Ja, ik vind... Nou, dit is de opkomst. Dit is nog Nederland tegen Frankrijk, die we ook verslagen hebben, zoals we iedereen gaan verslaan. Dit is de arena. Het gras doet het op zich redelijk goed. Tot nu toe. Jongens, ballenmeisjes. Dit zijn die kinderen. Dat vind ik wel leuk. Dit zijn de kinderen, die mogen dan mee. Het is, ja, ik vind het wel een ontroerend gezicht. Die kinderen die komen aan het veld op. Het is een hele eer natuurlijk voor die kinderen. Je weet op dit moment niet wat die kinderen doen, maar die zitten dus onder... Het is ook wel interessant, bij het Belgisch team zijn er minder kinderen teruggekomen. Onder de arena zijn. Ja, het zijn die kinderen. Maar ik vind het echt, ik vind het echt mooi. Maar wat ik echt wil is. Want jij zei dat dan was een prijsvraag. Ja, er zijn prijsvragen. Die kinderen kunnen meedoen aan prijsvragen. In heel Nederland is dat zo. En als ze dan winnen, dan mogen ze aan de hand van een idool het veld betreden. Maar, wat ik echt jammer vind, ik wil zelf dat ook. Het is echt mijn droom dat ik naast jou zit en Piet Schrijver. Dat is toch wel leuk. Dat is echt, want kijk, ik vind het echt leuk, want die kinderen, dat zie je, dat is hun droom. Ja. Maar wat ik zo grappig vind, die droom die blijft. Dat is niet een droom die ophoudt. Nou, dat is wel. Ik weet nog toen ik op vakantie was in Spanje. Lopen dan? Want je moet bij de tegenpartij meelopen. Oh ja. Ach, ja, je moet met de tegenpartij. Ik zou het leuk vinden als ik samen met mijn moeder over het veld mag wandelen. We zagen beelden van de groep jongens die de eer te beurt viel, ook een paar meisjes geloof ik, om het Nederlands elftal naar het veld te begeleiden. Ik denk zo complex. Ik vind het bijna moeilijk. Ja, ik ben verslaafd geweest aan zo'n spelletje. Dat was echt geweldig. Dan kon je inderdaad wat je zegt. Je kon niet jezelf opzetten. Je moest echt spelers kopen. Kopen, verkopen. En dan kon je verkopen. En dan kon ook trainen. Je kon ze ook trainen. Dus ik liet ze heel erg op bepaalde onderdelen trainen waarvan ik dacht, nou, daar zijn je nog niet zo goed in. Sommigen heb ik ook disciplinair gestraft. Hè. Die heb ik even... En ik liet Cruijff af en toe, dan hield ik de hoorn van de telefoon hield ik dan bij mijn computer. En wie speelde het beste in jouw spel? In mijn spel, wie echt heel goed was hoe heet die? González. Ken jij die? Speedy? Speedy, ja. Nee! Jongens, het is een serieus spel. Ik heb kopen, verkopen. González. Volgens mij een Spaanse speler. Kiki, ja. En die kocht op een gegeven moment, wat is de truc met die spelletjes is, op een gegeven moment weet je dat, hè. Dus weet je dat González, die wordt heel goed. Dus dan gooi je dat helemaal uit je computer, dan begin je opnieuw en dan koop je voor een prikkie bij een tweede divisie. Koop je González. Nou, zo ben ik eigenlijk rijk geworden. Dus als ik het goed begrijp, je kan jezelf failliet verklaren en gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, dan begin je op. Nou nee, ik heb 1 spel gespeeld, daar kon je dus niet, wat er echt gebeurde, er werd er gezegd, u bent nu ontslagen. Door je eigen computer. Ja, maar ze hebben het spel weg. Wat? Ik heb 130 al een spel gekocht. Ben ik ontslagen. Had ik 10 nachten gespeeld. Had ik een pool gekocht. Een pool. Wat een loser ben jij, zeg. Dat is erg. Ik zit hier 5 uur s ochtends en denk je, oh kut, dat had ik niet moeten doen. Hij moet het in zijn eigen spel.
Ik was erg weg, dat is erg. Dus ik ben gewoon, die zei, ja, u moet opnieuw, moet je solliciteren. En, maar dat komt wel. Ja, die mensen lezen ook over jou in de krant, dus dat is echt om, nee, dat is echt... Hij is een meervogels, ja. Nou, daarbij zou je zeggen, ze hebben alle drie bij Ajax gespeeld, die spelers. Ze hebben alle drie bij het Nederlands elftal gezeten. Alle drie in Italië. Alle drie in Italië gezeten. Ze zouden zeggen, Jack van Gelder, maar dat is een vooropgezet stuntje, dat kan niet. Dus nee, en dus zeggen wij, Wim Kieft hoort er niet bij. Ben ik het mee eens? Hij wil je een hand geven. Oh, ik ben het mee eens. De meest onsportieve speler. Ja, maar ik herken, die, ik herken ze niet zonder handschoenen. Ja. Zonder handschoenen buiten bent. Ja, precies. Mag baan spelen zonder handschoenen. Nederland zit er niet stil. Na het EK kunt u zelf uw eigen oranje maaltijd samenstellen. We nemen een blikje Edwin van der Sar dientjes, een flinke schep Frank de Boer, een kool erbij, raspen wat Aaron Winterpeen overheen, gooi de Patrick Kipkluivertz erbij, meng het geheel tot een vormeloze brei en gooi het in de Bert Konterpan. De goulash. Ja. Stamppot. Ja, stamppot. Oh, goed. Goed, ja, ja. Ja? Ja. Een van de vanwege zijn homoseksualiteit uit zijn functie gezette Belgische priester laat zich inhuren voor dopen, huwelijken of andere katholieke rituelen. Helemaal goed. Even tussen. Had je in het Belgisch elftal ook homoseksueel? Had u. Ik heb er geen last van gehad. Zo wist dat ik verder. Ja, misschien wel veel plezier. Ja, natuurlijk. Ja. Je ziet altijd als een man vreemd gaat, is er ook altijd een vrouw bij. Nou, in mijn geval niet hoor. Ah, misschien... Is je moeder, neem je moeder nooit mee? Stoel. Waarom ga jij nou gewoon hier op het nachtkastje zitten? Zo doen wij dat. Voor Olen. Heb je veel te doen met Joden? Nee, weet ik nooit. Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik weet dat nooit. Ik heb er geen neus voor, zeg maar. Sommige, weet je al, ik zie natuurlijk meteen een Surinamer. Dat is heel duidelijk. En, oh, en goed, weet je al. Ja, dat heb ik nou weer moeite mee. Ja. Je dacht vroeger die ballen er ook uit, zeg maar. Ja, hij was een hele goede keeper, hoor. Ja, daarom. Hij was een ontzettend doener als keeper. Dat is voor mij een soort schrik van Nederland. Superdoener. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, al die doelpunten die ik binnengekregen heb, die waren altijd onhoudbaar. Ik heb er zin binnengekregen van Johan Cruijff ook, maar ja. Was wel een werelddoelpunt voor hem. Oh, dat was aan de zijkant toen, hè? Ja. Oh, toen heb je achteraf nog zijn shirt gevraagd, toch? Die heb ik ook nog thuis liggen, hè? Dat vond ik zo mooi. Dat was nou respect, toch? Nee, dat vond ik echt mooi. Toen had Cruijff een schitterend doel. En dan, dat jij dan naar hem toe gaat, dat is toch, vind ik, toch wel mooi. Dat zie je nu niet meer, hè? Nee, dat doen ze dan niet. Ja, hij voetbalt ook niet meer, hè? Ja, maar dat legt het nog goed uit, hè? Want als ik de voetbal zie, de Champions League, dan ben ik altijd op de Nederlandse televisie aan het kijken als Cruijff erop zit. Dat is wel leuk, ja. Ik vind dat hij consequent naar de zaken gaat die de mensen moeten weten, dat mensen dikwijls niet graag horen. Of trainers of medespelers, maar ik vind het correct van hem. Het komt wel hard over, maar iemand die in de topsport gezeten heeft, die neemt dat aan. Die zegt, dat is... Ja. Churchill, Kennedy en Gandhi zijn alle drie gebruikt voor de nieuwe campagne van 3VO, het voormalige Veilig Verkeer Nederland. Met een foto waarbij zij het V-teken maken. De leus is, houd 2 seconden afstand. Ook Arafat maakt weliswaar een V-teken, maar die is afgevallen omdat die op dit moment verkeerd zou vallen. Yes. Trouwens, als iemand in het verkeer 1 vinger naar je opsteekt, bedoelt hij niet dat je maar 1 seconde afstand hoeft te houden. Ik vind Kennedy nou niet de man die mij moet vertellen hoe ik veilig in een auto moet zitten. SMS'en, ken je niet sms'en? Ik ken SM. MS. MS. SMS. Is dat een bank? Nee, je kan op je mobiele telefoon kan je berichten naar elkaar sturen. Doen. Ik weet dat Kennedy die link weet, maar wat ik het grappig vind met die dingen, dat zag je ook even in beeld. Er zijn steeds meer manieren om elkaar
te bereiken. Ja. Ik vind eigenlijk goed dat we tot nu toe hadden dat hele miljonairsgedoe genegeerd. Ik vind het jammer dat dit nu... Oké. Het was helemaal goed. We keken naar de consternatie en de media-hype rond het huwelijk van miljonair Steven Kerkhoffs met Kobi Bos, zoals dat deze week werd gesloten. Eigenlijk een schande dat je als hoer met een man moet trouwen om je geld binnen te halen. Goed zo. Dat wil ik horen. De Paralympics worden niet uitgezonden omdat het Nederlandse publiek dat niet zou willen zien. Vind ik raar, want een huwelijk tussen twee geestelijke gehandicapten willen ze blijkbaar niet zien. Nog meer, kom op. Oost-West-Turk best of zo? De beste Turken staan aan de wal. Weet één Turk in de hand dat die in de lucht? Nee, maar echt een soort bestaande uitdrukking, een beetje ouderwets. De Turk valt niet ver van de boom. Dan duwen ze steeds dieper zeggen, hoor je wat? Volgens mij is het het effect van keiharde muziek op je danstechniek. Jezus. Oh, het is de gekke koeien shit. Ik weet niet waar het over gaat. Ik weet het niet. Behalve dat het over de koeienziekte gaat, gaat het volgens mij ook over dat het de gehoorbeschadiging toeneemt in het algemeen. Dat is echt jouw branche. Dus wat zeg je? Dat is echt jouw branche. Heb jij dopjes in als je speelt? Nee. Maar eigenlijk is het zo dat als je in het publiek staat, dan hoor je de muziek harder dan als je op het podium staat. Dus dat scheelt wel. Maar jij zei net ook dat het gaat om dat mensen harder praten. Schreeuwen dat je je eigen oren beschadigt. Nou, met jouw stem kan dat wel. Nee, serieus, dat bedoel ik niet zeker. Ja. Maar het is ook gewoon de echte arme mensen, de bedelaars, die worden, merk ik ineens, worden steeds brutaler. Wel leuk. Ja. Ik had vorige week, kwam er een man om af, zei, heb je wat voor me? En ik zei, dan volgens mij heb ik alleen maar echt heel klein geld. Heel klein geld. En toen... gaf ik hem een kwartje, zei hij, ja, dat is inderdaad niks. Toen zei ik, ik denk niet echt dat je in de positie bent om te klagen. Maar kijk je me heel kwaad aan. Nou, ik had laatst op het Leidseplein, ik had een eitje gekocht, gewoon een eitje gekocht bij Häagen-Dazs. Nou, dus ik sta gewoon zo'n eitje, ik zit helemaal onder, ik sta zo'n eitje te eten, komt er inderdaad zo'n bedelaar, die komt naar me toe en die zegt, goh, hebt u een gulden? Ik zeg, nou sorry, maar ik heb net een eitje gekocht. Ja, dan had je een Italiaans eitje moeten kopen, dat is goedkoper, dan had ik nog geld gehad. Dat vind ik belachelijk. Die Agnete, hoe is het? Agnete? Agnete. Agnete. Agnete, Zweedse jeugdpuisjes. Oké. Weet je alles van? Ja. Nee, maar Agneta, die werd dus ook gestolkt. En volgens mij Britney Spears is er niet. Die wil gestolkt worden misschien. Jawel. Britney Spears was een miljonair en die wou een paar miljoen geven om haar te ontmaagden. Nou, dat is toch geen stok? Nee. Dat is een goed voorstel. Het gaat natuurlijk over die verschrikkelijke spot die er nu is met het vuurwerk. Oh ja. Dus als je, dat is die spot, daar zie je dus een mismaakte jongen in de discotheek. En dat komt dan misschien door het vuurwerk of gewoon, hij is gewoon mismaakt. En die maakt daar geen kans meer. En ze hebben gezegd, en daar hebben ze tegen geprotesteerd, maar toen hebben die mensen van Sieren... Ja. Ik weet ook niet waarom ik dat zeg zo, maar... Nee. Maar in ieder geval, die hebben gezegd, nee, maar het is gewoon een nieuwe jeugd, die moet je zo aanspreken. Nieuwe pubers, nieuwe spotjes, die moet je kaart aanpakken. Maar het slaat gewoon neer. De hele intentie is fout. Ze richten het namelijk nu op de mensen die nog vuurwerk op de verkeerde manier kunnen afsteken. Maar ze zouden de hele campagne moeten richten op de mensen die het al een keer verkeerd gedaan hebben. Daar zijn er namelijk nu al een heleboel van met stompjes en mismaakte gezichten. En wat we moeten afspreken is dat die mensen voortaan het vuurwerk afsteken. Ja. Want die hebben al wat. Ja. Die hebben al wat. Dus dat maakt niet uit. Of nou ook er nog wat bij komt, dat geeft niet. Nee. Dus daar zou... Je bent een rund als je... Als je niet nog een keer met vuurwerk stunt. Ja. Want dat maakt niet uit. Dus toch?
Ja, ja en die zou iets. Nou, die, hoef je, die kun je sowieso herkennen. In elke straat zou er dan één moeten staan in het midden. Met een melkfles. En die geef je alles. En die geef je alles. En die weet ook hoe het fout kan gaan. En die steekt dan zo ja, alles en als, aan. En als het dan in een pot zit en hij denkt dat die brandt, dan kan hij gewoon even kijken. Ja, dat is niet zo heel erg. Dat maakt niet meer uit. Dus de hele die campagne is op de verkeerde doelgroep gericht. Ja. Gewonden zijn voordat je aan jullie actie komt en mee mag doen. Je moet een zwarte hand hebben van een verkeerde vuurpijl of echt minstens de helft eraf. Nou, ik vind als je in aanmerking kwam om mee te doen aan een van die spots die er nu zijn, dan kom je ook in aanmerking voor ons land. En je merkt het zelf, want als mensen zoals in die spots mensen je nakijken op straat, kun je zelf inschrijven. Ja. Ja, hele makkelijke sollicitatie. Of ook bellen, want schrijven is misschien moeilijk. Maar, Sieren overweegt sommige spotjes nu te combineren. Dus binnenkort ziet u waarschijnlijk het spotje. Wie is toch die man met die stompjes die iedere zondag weer met dat vlees loopt te hangen? De stemmen van Ruud en Katja en nog veel meer mensen hebben een bepaalde klank waardoor je weet dat zijn hun. Hey. Weet je? Dus als die ineens over zeep of wijn of noem het maar op de radio gaan lullen, dan denk je, goh, Katja was zich met die en die zeep. Maar het kan best een imitator geweest zijn. Ik ken zelf weinig imitators. Ik ken één iemand die kan heel goed de Broertjes de Boer naar de Maar ja. Nee, dit was een rechtszaak. Dat was wel geestig, want het was een rechtszaak over die Ruud die werd nagedaan. En die advocaat van Ruud die wond ze ontzettend op in die rechtszaal. Die ging, ja. Waarop die rechtszaak. Hé, maak je druk, maatje. En toen hadden ze al een vermoeden dat ze het niet gingen winnen, die rechtszaak. Laat je niet gek maken. Maar is er echt een rechtszaak geweest al? Nou, is bezig. Ja. Ja, ze, inmiddels is het uitgeknuffeld. Dat maakt niet uit. Hoe zit dat, Edwin? Dat is toch wat het is, of ben ik... Dat is het heel goed. Waarom vraag je aan hun dan of zij iets weten? Of hij al aangeklaagd is, of vervolgd, of opgeroepen? Nee, ik heb wel één keer een radiospotje gedaan met de Rob de Tuinman van Eigen Huis en Tuin. Weet je wel, die planten. Oh ja, van Eigen Huis en Tante. Ja, die vond dat niet leuk. Nee. Het gek is, als ik hem zie, moet ik aan jou denken. Dat vind ik leuk. Je zei een beetje bij een begonia's gaan zitten aan het prijzen. maar niks van de gelukkige boer. Niks van vernomen, geen telegrammen, geen... Nee. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat zij ook iets hebben van, ja, die zit nu in ons vaarwater natuurlijk. Dus, vinden Frank en Ronald het leuk of niet? Nee, die zitten natuurlijk toch zijn zakken te vullen met... met onze met stem, ons, ja. Met onze stem natuurlijk. Ja. Dus, ja, dat is wel gelijk. Och. Ja. Ik word hier zo schijtziek. Dit is weer de trein. Ik kan het echt niet meer zien. Kijk, die man ook, die ook niet meer, die wil eruit springen. Ik reis met de trein. Tenminste, ik ga naar stations. Nou, reizen, ja. Het is, ik kan, weet je, ik heb dat gezegd. Door de week, dan kom ik hier, dan moet ik er weer naar kijken. Defect. Ik heb trouwens net een voordeel urenkaart gekocht. Maar volgens mij is dat een fout. Dan moet ik een heel actief kaart had ik moeten kopen. Ja. Maar zit je veel in treinen die er wel weet je het ook wel een beetje raar vindt? Henny Huis. Dat ze... Jij mag ook wel eens wat zeggen, Henny. Ja. Maar dat is zo'n mooi geluid. Dus dat... Zo'n transstation. De sfeer. Maar dat kunnen ze wel, hè? Ik begrijp het onderzoek. Waar waren we nu? Ik heb het... Nou, dat hoor je. Centraal station. Oh, centraal station. Ik verzond een Frans station is. Nou, ik weet wel wat ik wil eigenlijk. Telt dat ook? Wat wil jij dan? Nou, ik kijk naar. Van wie? Nee, rustig maar. Oké. Okay. Ik. Thomas. Ik kijk smiddags altijd naar Oprah Winfrey en ik vind Dr. Phil helemaal geweldig. En wie, Dr. Phil? Dr. Phil, die daar altijd zit te orakelen. Is dat die man die nu steeds een speech houdt daar? Ja, ja. Waar komt hij ineens vandaan? Uit Amerika. Wat? Geef maar. Wat is er met die pop? Is die pop ineens in beeld, of maakt dat niet uit? Oh, maar ook, ja. Dan moet je wel goed knippen. Dat was Mitty Tatovenaar, zo. Ja. Zeg gewoon doorgaan naar mijn verhaal? Ja, Dr. Phil. Ja, en die zei laatst dat werkende vrouwen van tegenwoordig, die hebben allemaal chronisch gebrek aan slaap.
En dat in het nu geblek. Spraakgeblek. En dat, ja, bedankt. Gelukkig letten jullie wel op als ik iets zeg. En houd even op. En dat, ik probeer toch echt al de hele tijd te vertellen. Ja. Het is wel heel vrouwelijk met de ogen. Nee, het is wel interessant. Het wordt er toch uitgeknipt. Ze hebben, Dat gebrek. Er is een gebrek. En slaapgebrek en dat in het nieuwe millennium, slaap, dat is het seks van weet je, de slaap wordt de seks van vroeger, zeg maar. Slaap dus, wordt de seks van vroeger? Ja, dus dat dus als je zegt, ik heb zin om te slapen, ja, ik heb zin om te neuken. Oh nee. Nee, nee, en als een vrouw zegt, ik kan niet slapen, ook bedoelt ze, ik kan wel slapen. Nee, maar... Ook niet. Weet je, vroeger was iedereen helemaal gefocust op seks, zegt dokter Phil. En omdat iedereen van die zware schedules heeft tegenwoordig, zeker de werkende moeders. Hè, toch? Weten we alles van? Ja, absoluut. Iedereen helpt mij. Ja. En dat mensen liever slapen. Mensen die, dat de vrouw, zeker werkende vrouwen, die gaan liever slapen dan seksen. Maar dat was toch in het vorige millennium ook al? Ja, ik weet niet hoe. Ja, als dat voor jouw vrouw geldt, dan begrijpen we dat. Maar. Ik denk dat ik weet wat het is. Oh. Turkse mannen, die wonen hier in Nederland, hebben hier een uitkering. Ja. En die... Nee, wacht eventjes. Oké, knip. Nee. Het gaat specifiek... Sander van der Zeelen! Het gaat in dit geval specifiek om die hele kleine groep Turkse mannen in Nederland met een uitkering. En die mannen halen dan vrouwen uit hun geboortedorp naar Nederland. En wat je dan krijgt is een Turks man met een uitkering en een vrouw zonder werk. En ja, dat leidt tot... Goed huwelijk. Een goed huwelijk, ja, verdomd. Maar wat was jouw... Wat wilde jij nou graag? Slapen. Echt waar? Vroeger of nu? Wat? Vroeger of nu? Yo, ik heb twee kinderen, ik vind het wel genoeg. Ja, en een man die als maar thuis. Nee, ik sluit me bij Daphne aan. Het is echt vreselijk dat niet slapen. Echt waar, op het moment dat je je eerste kind baart... Denk ik, dan, dat is op zich al een vreselijke toestand. Ja. Maar daarna slaap je gewoon niet meer. Nou, bijna jaar niet of meer. Drie niet meer. Had jij een zware bevalling? Ja? Schat, ik heb. Ik wil het niet kunnen lachen. Kom op. Het was horror, het was vreselijk. Het is niks. Het is was echt, het een beetje het als de. Heel ander. Was het een beetje als de mega Lubbock Power Race? Dan was het nog leuk. Nee. De baren, dat is iets vreselijks. En dat kan Daphne beamen. Ook vreselijk? Ja. Het is net of je je onderlip over je hoofd moet trekken. En zij heeft het gewoon twee keer gedaan. Maar jullie hebben dat echt ook met z'n tweeën. Want jullie waren net ook steeds met elkaar aan het spiespelen over dat soort dingen. Ja. Die ja, we waren er heel druk mee. Maar goed, als je een paar jonge moeders bij elkaar zet, dan vliegt het vruchtwater jong door, hoor. Vraag van die vieze verhalen. Wat je zo raar vindt, dat je als man soms ben je dat bij, maar omdat jouw vrouw dan ook beval is, dan denken ze dat jij ook een beetje in de groep hoort en dat je het ook wil horen. Maar dan zit ze, ja, ben je ook zo uitgescheurd? Ja, ik ben ook... Ik wil het allemaal niet weten. Dat huwelijk in Turkije zou het geweest zijn, dan het echt leuk. Dat is toch echt leuk dat je wordt gedragen met z'n tweeën, zo'n ding. En hier in zo'n Phoenix-wijk is het weer, de A is van Aziz. Ja. Zo heet hij. De B is van Bulent, dat is zijn broer. De C is van Couscous. Dat hebben we gegeten. De D is van Dirk van den Broek. En de E is van eten. Zie couscous. Turken kiezen vaak een echtgenoot uit hun geboortedorp. Turken moeten wel oppassen dat ze op deze manier niet uitkomen op een IQ onder het bestaansminimum. Al dus de voorzitter van het Nederlandse Inteelt Instituut, mevrouw Visser uit Urk. Oh. Dit zijn twee mensen aan het eten. Ja, dat zag ik nog niet zo snel. Is dit niet... Nog wat mee. Is dit misschien niet de nieuwe videoclip van Akda en de Munnik? Zat een beetje in een hotel. Aan het Vondelpark. Aan het Vondelpark. Ik had een wit sprei, pakte een pilsje. La 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 la. La la la. Zo Herman, daar is je broodje.
Met z'n tweetjes, dankjewel. La 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 la. Herman heeft geen euro's in zijn zak. Ik denk dat het een videoclip is. Het is een videoclip. Het is een videoclip. Ze hadden niet zoveel geld, dus ik denk, nou, laat hem mezelf opnemen. Ik denk dat het een hit wordt. Ik denk ook mede dankzij de clip. Ja. Nee, daar hebben wij geen last van op zich. Ja, misschien dat. Wij hebben van hele andere dingen lastig. Batterijtje. Batterijtjes op. Ja. Zo, dankjewel. Oké. Okay. Ik krijg ineens een beeld van Raoul als Duracell konijn. Dat hij. Dat is heel zo leuk. Yo, yo. Ik kan er heel goed een konijn na doen. Elsborst. Oh, dat is die begrafenis van D66. Ja, het condoleren is het. Dit is het condoleren. Het is, ja, dat is toch al het raad condoleren. Nee, dit is denk ik een reunie van D66. En hier moeten ze op de foto? Ja, het is een reunie. En het zijn dus heel mooi, dit is al 35 jaar geen mening. Dus ja. Het is natuurlijk mooi, dat is ergens begonnen. Zeggen, had jij ook geen mening? Nee, ik had ook geen mening. En jij, had jij dat? Nee, in mijn tijd hadden we ook geen mening. Dat is de hele receptie. 35 jaar geen mening. Weet je 13 jaar geleden dat we bijna een mening hadden? Ja. Weet je dat? Dat waren spannende tijden. Spannend. Nee, die Hans van Mierlo, dat was toch wel een leuke man? Die is een leuke man, maar die is nu uit de politiek. Maar die is toch ereminister of zoiets, weet het? Minister van Staat, ja. Ja, maar dit is ook een functie van niks, hoor. Nee? Nee, je hebt niks te zeggen. Nee. Je hebt maar het maakt wel indruk op de vrouwtjes, of niet? Ja, nee, het zag heel gezellig uit. Dat is Alok de foto. Ja, ja, toch? Ja, ze hebben samen 35 jaar. Ja. Klopt. Het zag er niet echt gezellig uit, vond ik. Nee, het was een grapje nee. Ook. Hè? Er gaan twee mensen dood, of eentje gaat er dood. Eentje wordt heel ziek op een housefeest in Zaanstad. Dat zijn twee agentes. Klopt. En dan vragen ze mij om grappen te maken bij het nieuws. Dat is toch al geestig? Nee, maar hij zegt dus. Er staan 1600 mensen, naakt, dans, strak van de pillen. En de enige die niet weet wat de goede pillen zijn, zijn twee agentes uit Zwolle. Daar word je er niet goed van. Je zag die andere dansen, dat was een filmpje. Toen zei die andere dansen, zou ik net niet nemen. Je moet deze nemen. Dat is toch belachelijk? Hij zat een strakke latexkleding aan, hè? Dus ook nog. Ach, wie moet je nou stemmen? Ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten. Maar je moet wel stemmen, toch? Ja, dat vind ik wel. Maar wie, heb jij een idee? Nee, ik heb geen idee nog. Maar dat ben ik aan het vormen. Ja, er moet nog iets komen. Ik zit nu tussen de SP en de VVD te... Ja, dat is raar. Dat is heel raar, ja, maar dit is de enige die ik enigszins... Nou, de VVD wil ik niet, maar Dijkstal nee. Wel. Ja. Daar heb je het al. Dus Dijkstal moet weg bij de VVD. Dijkstal naar die oren, ja. Dijkstal moet voor zichzelf beginnen. Ja, jij bent echt een fan van Dijkstal. Ja, dat vind ik een leuke man. Maar is er ook iets politieks van hem dat je zegt dat is goed? Nee, eigenlijk niet. Leuke man, maar ja, maar daar kies je op. Ah. Wie moet onze dan? Koningin. Nou, en jouw kerst... koningin, ja, het is onze koningin. Voor jou niet? Nee, dit is de koningin. De koningin? Kersttoespraak, moet je opletten. Ze kijkt, oh, dus de pauze ineens. Andere koningin. Ah. Onze koningin kijkt in de autocue en ze kijkt van tekst. Niemand leert haar omgaan met de autocue. De pauze heeft ook een autocue, maar die ligt op de grond, zie je? Niemand onze koningin omgaan met een autocue. Wetenschappers hebben berekend dat als de paus volgend jaar nog verder onderuit zakt, hij zijn toespraak van onder de grond zal moeten geven. Heb jij kinderen? Ja, vreselijk leuke dochters. Vraag vrij uit, ze zijn 33 en 30. Hoe oud zijn ze? 33. Wat vinden jullie ervan? Humor en zo? Nou, ik vind humor vaak erg om te lachen. Ja, Sinterklaas is een kindervriend. Jij bent, ben je nou echt een kindervriend? Nee. Nee, maar dat idee krijg ik nee, niet. Het is zo'n vreselijk vervelend woord, een kindervriend.
Ik vind het woord, ik vind het een non-woord. Het woord kindervriend, ik krijg daar... Nee, klotsend lendenwater in mijn knieën van, als ik het mag zeggen. Je wordt er geil van. Ik weet niet hoe die dingen... Nou weet je, het zegt wel veel over jezelf. Wat is hier met die kleur? Zeg, kom op! Nou, zeg het eens. Nee, ik constateerde net al dat ik in een echt mannenprogramma zit, maar dat geeft me niet graag. Nee, maar het is ook wel leuk, of niet? Ja, 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 ja. Zit je hier liever met vier van die kippen? Nee, dat is wel. Had je ook zo'n mooie witte jurk, of had je iets heel speciaals? Ja, ik had eigenlijk een witte jurk, mocht eigenlijk niet, want ik ben al een keer getrouwd geweest. Dus het maagdelijke mag is er dan vanaf. Dan mag je niet meer wit? Mag je eigenlijk niet meer wit. Gebroken wit mag je dan. En daar heb je aan gauw? Natuurlijk niet. Maar ben je ook met zo'n lange sleet? Ja, met zo'n sleet. En mijn dochtertje die viel er steeds over. Heb je trouwjurk nog of niet? Ja, 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 ja. Die moet je bewaren, toch? Beschrijf even een beetje. Dat heeft ze niet gedaan, gek. Ja. Dat ligt gewoon niet op. Het is gewoon zo'n sleep, dat is saai. Maar de voorkant, was het gerimpeld? De voorkant. Kant. Maar die lange sleep, die wordt nu nog gebruikt om het greffel telkens te doen. Ja, iedere keer. Je kijkt niet vaak naar tennis, hè? Nee, ik niet. Ik zit er jong voor, hij is... Wat zeg je? Hij is te jong voor tennis. Heb jij het helemaal dom? Ik heb 1996 niet meegemaakt. Toen was ik 3. Nou, maar natuurlijk. Nu we begonnen, wil ik ook even de trouwjurk van Irene. Ik denk, waar blijf je nou? Ik ben toevallig net getrouwd. Ja, vorig jaar, toch? Ja, en ik heb mijn bruidsjurk niet meer. Wat? Waarom? Had je hem gehuurd? Ik vind het wel zonde. Ik bedoel, je doet hem één dag aan en wat moet je er verder mee? Carlo ik heb er niks mee. Terug, Carlo wilde hem gewoon terug. Nee, maar ik wist niet. Nou, waar ben je getrouwd dan? Waar ik ben getrouwd? Nee, waarin? Oh, waarin? Wel in een trouwjurk. Maar waar is die gebleven dan? Die had ik geleend van Meri en Meri kreeg hem gewoon weer terug. Als in Borsato? Meri ja, Borsato? Ja. Oh, en ja, kijk. En ik vond het echt heel lief van haar. Waarom wijs je nou naar mij? Nee, dat jij dat weet, vind ik heel goed. Ja, en het gaat Meri, helemaal niks meer van. Meri, nee, Borsato. Meri. Is dat? De moeder van Marco. Maar die heeft een maat waar iedereen in past. Ja. Die zegt zo weet. Hoe weet jij nou? Meri. Ja. Die heeft een bruidswinkel. Ik ken alleen Meri zijn vrouw, die is niet dood. Dus Meri Borsato, andere Meri. Die heeft die jurk niet meer nodig. Nee, ik was blij dat ik er weer vanaf was. Want wat moet je? Ik maak geen wiegjes en dingetjes ervan. Ik was er blij mee. En hij was ook vies. Bill Clinton vies of anders vies? Bill Clinton vies. En je weet het. Nee, ik weet niet hoe je terug bent. Die Meri Borsato, wat die allemaal een beetje nee. Vies. Dat is een hele nieuwe betekenis van het woord gebroken wit. Ja. Dat moet ik weten. Dan doet, jij zegt en voor het nieuws Erwin Krol. Dan doet Krol. Dat weer. Weer. Weer, ja, sorry. Doet hij het weer. Is het afgelopen. Dan komt hij naar je toe. Wat zegt die man? Ging wel lekker? Of? Hij zei helemaal nooit wat. Of zei hij, het gaat helemaal niet regen hoor. Zeg maar tegen Rick, vertellen hoor. Zeg maar tegen Rick, morgen gewoon de auto wassen. Doe jij maar lekker een rokje aan hoor. Ja, dit gaat over de affaire. Oh, ben je bij stem af? Ik heb even een kleine hoesbuis. Dan geef je gewoon even een time-out. Hoest even lekker uit. Hoe, ja, goed. Je hebt er vast iets over te zeggen, toch? Dit gaat over de affaire met de hoeren in Denemarken. Aan de vooravond van de oefenwedstrijd waar ook oefenhoeren. Het waren niet echt... Het waren vriendschappelijke hoeren. Stond niet veel op het spel. Maar nee, dit is natuurlijk het staartje naar aanleiding van de uitbarsting van Vergaal over beleving. En ja, dat was er gewoon niet die avond. Dan. Er staan gewoon heel veel vrouwen in hun naakje en zit die jongens echt, ja. Kom op! Het is een eer dat je in dat hotel. Nee, maar. Nee, ik vind het. Waarschijnlijk gaat dit altijd zo, toch? Ik zit niet heel erg into dat wereldje, maar ik kan me voorstellen dat als je zo van huis bent de hele tijd en je hebt zo'n vriendin als dat je hebt, dat je toch denkt van... Nou ja, hebben die vriendinnen het weer gedaan? Nou ja, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat ze allemaal... Ja, blond, ja ik zeg blond, maar dat bedoel ik, vind er niks mee, maar... Het is niks. Het is echt... Maar goed. Maar het is natuurlijk niet goed, het is
we zijn al zo in een gat met het Nederlandse voetbal. En die Nederlandse voetballers hebben toch een voorbeeldfunctie. En vroeger was het altijd zo, dan ging je voetballen en zei van, ik ben Van Basten en ik ben Gullit. Maar nu is het van, ik ben Kluivert en ik neem die. En dat is niet waar het om gaat. Het gaat om het spelletje. Of misschien wel, ik weet het niet. Zou het nou echt gebeurd zijn? Ik denk het wel. En ik denk dat dat ook de reden is dat Van Gaal is weggegaan. Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik. Denk dat, dat denk ik ook. Ach. Maar het is toch heel gezond? Frissel. Ja. Het is echt het stimulerend seks. Ik ken een operazangeres, die ging altijd even voordat ze optrad. Had ze seks, dat noemde ze zangzaad. Bij Michels was het toch altijd seks voor de wedstrijd slecht? Is dat niet meer slecht tegenwoordig? Nee, absoluut niet. We verliezen alles, ja, behalve die zangzaam. Maar in die tijd was het... Maar denk je nou, dat ze toen alles won en dat ze toen geen vrouw op de hotelkamer hadden? Ja, dat denk ik dan, maar dat is niet waar. Nou, dat heb je echt heel fout. Heb je gezien wie wij net op de hotelkamer hadden? Ja. Waarom denk je dat Antoine net zo moet hoesten de hele tijd? Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Met een papje. Die vond ik de best, hoor. Die wordt heel weinig genoemd, hè. Met een papje wordt weinig genoemd. Ja. Maar dat vond ik de best. Ik had een hele spannende beelden bij. Ja. Oh, rakaka, rakaka, rakaka. Maar nu het woord aan de hoofdgeitenbreien. Amen. Mag ik ook plassen? Ja. Kind ben ik zelf ook wel eens naar de file van oma Willem geweest. Toen moest ik plassen en toen moest ik naar de plasgeitenbreier. Leuke man was dat. Hij schijnt naar u te hebben met Gerard Reven. Knip. Knip. Ik heb een hazellip, dus ik kan niet knemen. Dat is moeilijk. Dan doe jij hem en dan doen we het gewoon zo. Dan doe jij hem en dan doe ik hem achter jou. Hè? Doe je net alsof, hè? Ja. Kom maar, ik doe hem. Knip, knap. Jammer. Ja. Dus er is een beetje een heksenjacht aan de gang, vind ik, op je man. Maar dat vind ik dan niet zo heel erg. En op die Nelissen vind ik misschien ook niet zo heel erg. Maar als je dan ziet dat dat uitmondt in het verbieden van allemaal homeopathische middeltjes die mensen zelf voor een paar gulden kopen, waarvan we misschien niet precies weten wat er in een potje zit, maar waarvan we wel weten dat een heleboel mensen denken dat ze er beter van worden en dat gevoel in ieder geval hebben, en dat het niet slecht voor ze is, en dat dat dan per 1 januari misschien van de markt moet verdwijnen, terwijl we van een gewone sigaret ook niet weten wat erin zit, maar dat we daar in ieder geval zeker van weten dat je er in ieder geval dood aan gaat, dan denk je, ja, waar zijn we dan mee bezig? Zonder te hoesten. Ja. Zonder te hoesten. En ik wil niet zeuren, maar ik denk dat dit de langste zin was uit de geschiedenis van Dit Was Het Nieuws. Echt geweldig. 18 komma's. Ik denk dat als je dit iedere avond doet, dan komt Koos Kossen maar er niet meer tussen, denk ik. Ik had een bandje, toen was ik 17 geloof ik, had drie nummers opgenomen. Op zo'n oude cassette recorder. En naar mijn vader, moet je horen. Wij echt alle jongetjes omheen. Nou, ik moet nog jonger geweest zijn, want zo zat ik al niet meer toen ik 17 was. Toen had ik het masturberen al ontdekt, dus dan word je relaxter, hè? Ja, het scheelt wel. Ja, wanneer zijn die gestopt? De masturbeerders. Ja. Dat was, vlak na de eerste komst, denk ik. Maar ik had een bandje met drie nummers en mijn vader die zei twee dingen. Die zei, heel goed, want een beetje bandje begint gelijk en eindigt gelijk. En dat was ons inderdaad gelukt. En hij zei, jullie moeten eens naar de Beatles luisteren. Want je kunt namelijk ook meer stemmig zingen. En je kunt ook meer akkoorden gebruiken in een liedje. En je kunt, als je wilt, meer verschil tussen het couplet en het refrein doen. Enfin, toen kwamen er nog 30 tips. Ik zei, nou, laat me horen. En toen kreeg ik Meet the Beatles. Geweldig, vond ik dat, hè. Mooi, met This Boy en zo. Ken je dat? Prachtig genoemd. Ken je dat? Dus wel jij zegt ja, ken ik. Ja, zing dan. Ik ben een grote... Zing dan. Nee, laten we dat niet doen. This Boy. This Boy. Jij moest zingen. Nee. Playbacker dan. Ik heb, ja. Nee, dat is geen gezicht. Maar dat is voor jou best wel een beetje een sombere dag dus ook eigenlijk. Op een manier. Ja. Kijk, toen John Lennon doodgeschoten werd, toen was ik wel van de kaart, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Omdat als je John Lennon doodschiet, wat is het dan voor truttige kutwereld, weet je wel? Ja. Komt iemand eindelijk vertellen hoe het leuk is en hoe het mooi moet en die geeft alleen maar mooie dingen en dan gaan we John Lennon doodschieten. Ja. Daar was ik het niet mee eens. Want ik weet ook nog, want ik lag echt een jank die nacht. Toen John Lennon, want ik was één. En ik had een poek lang. Oh, wat kan mij niet eerlijk Beatles schelen. Heel goed. Ja. Gezelligheid kan soms heel gevaarlijk worden. Wij hadden met z'n drieën een theaterprogramma. En we heetten dan Van op Zeeland, dat is mijn achternaam. En Van der Knaaf, zo heet Nico. En Van der Wal. Niet echt origineel, maar we dachten dat het dekte lading. En we hadden een kort. Ook niet echt kort, nee. En we hadden het theaterprogramma hadden de Uitmarkt gespeeld en het ging heel leuk. En toen was ons eerste optreden was in Gorkum. In het pand. Ik wou zeggen een oude doos, maar het is inderdaad het pand. Ja. En we kwamen eraan en helemaal nog in de hype van de Uitmarkt, want het ging goed. En we waren helemaal klaar voor. En we zaten daar toch een beetje nerveus. En toen kwam zo de vent van het pand kwam naar ons toe. Toch een aardige kerel, die zei van ja, het is een beetje traditie. Dat ik kondig altijd de ex aan. Dat doe ik altijd. Dus dat doe ik al jaren en dat wil ik graag jullie ook doen. Dus wij heel naïef, nou ja, oké, kondig ons maar aan. En we staan met z'n drieën te wachten tot we op moeten. En de fan staat ons aan te kondigen en die zegt tegen het publiek van... ja, nou mensen, ga er maar voor zitten. Dan gaan ze straks voor jullie spelen. Knaapmans, Zeelbal, Wallenberg. Met het programma, dat ben ik vergeten. Ze hebben geen pauze, dus hou vol. En volgende week Pline Bianca, dus dat wordt lachen. Hier zijn ze dan. En toen kwamen we op en we hadden natuurlijk het eerste half uur die man met de grond gelijk moeten maken. Maar we begonnen gelijk met de grappen, vielen allemaal dood. En op een gegeven moment hoorde ik een vrouw roepen, kunt u wat harder praten? U bent erg slecht te verstaan hier achterin. En die vrouw zit op de eerste rij. En dan weet je dat je een lange avond tegemoet gaat, ja. Maar het was toch leuk. Dat was en dat was gevaarlijke gezelligheid? Nee, maar ik dacht, ik tel het verhaal. Nee, ik vond de Beatles wel leuk, maar ik heb eigenlijk de Beatles pas een beetje ontdekt toen die al heel lang uit elkaar waren. Ja, natuurlijk. Wanneer waren die? Die kwam in 65. 63. Nou, de Beatles zijn in 67 gestopt. Welk kind van 4 vraagt nou? Zet de Beatles nog eens op! Ik dacht dat het heel super was, maar dat is gewoon voor mijn tijd. Nee, ja. Dat is voor je. Ja, ze zijn in 67 gestopt met optreden. Ja, ze hebben wel een paar platen gemaakt. Ja, 70, 71. Ja. Dus ik moet ophouden met het verhaal dat ik bij een concert van de Beatles was. En nu een heleboel vrouwen zwaar teleurgesteld. Die wijven die hij in de kroeg probeert te versieren, die weten niet eens wie de Beatles zijn. Ik kan Bater Plot proberen. En van Britney Spears zijn de kleren gejat deze week. Is het waar? Ze moest optreden in Las Vegas en toen was er een jongen die heeft gedacht... Weet je wat, als ik nou in de hotelkamer de kleren wegstil, dan gaan ze waarschijnlijk in een glootje optreden. Heeft hij echt gedacht? Ja, zij is gewoon weer nieuwe kleren gaan koken, dus dat maakt verder ook niet uit. Want je kan in alles playbacken, zeg ik wel eens. Nee, maar... Als kind kon ze goed zingen, hoor. Als kind kon ze echt goed zingen, maar op een gegeven moment is het opgehouden. Ik heb ook eens een keer op het toilet gestaan met Willem-Alexander. Ach, dat vind ik interessanter. Ja. Zo begint dat vaak, hè? Ja. Allebei slok op. Nee, dat was in Atlanta. Toen was je uitgenodigd om daar te springen zo met al die sporters. Ja. En toen, heel wonderlijk, want ik ging naar binnen toe. En ja, het is toch raar als je natuurlijk je hulp losmaakt en je denkt, gek. En je zag gewoon een koninklijke lid. Ja. Lid van het Koninklijk Huis. En hoe ver van de wasbak stond hij? Dat geeft ons belangrijke informatie. Hij heeft niet zoals Bolkestein en zijn verstaat hoor. Nee. Een hele goede straal. Nee, maar ik stond bij hem en toen zei hij... Maar toen dacht ik, ja, wat zeg je nou op de pisbak iets anders dan... Snap je? Zeg je dan even goed de hoogheid? Ja, dat is raar. Waarom die bocht zo? Maar nee, dat is echt waar. En toen zei ik, Ja, je knikt dan zo. Ik durf er niet eens, ik schrok ervan.
Dus ik kon niet meer plassen, zeg maar. Maar hij lijkt me een figuur die niet zijn handen was daarna. Nee, dat lijkt me niet. Hij lijkt me een man die naar achterhoofd zegt... Even dit zo. Houd het maar, ja. Dat weet ik niet meer exact, hoor. Waar moet je nou bijvoorbeeld je mond over houden? Horen, deze horen. Ja, over mensen die het daarover hebben, ja. Die moeten de mond eens gaan houden. De mensen die daar steeds over hebben? Ja, we over jullie prestaties zeker. Dus. Ja, want jullie schijnen niet naar Korea te gaan, hè? Nee. Toen heb ik dus gelezen. Maar ja, daar heeft niemand het over. Als mensen beginnen over die kwalificatie die jullie... Voel jij je dan persoonlijk aangesproken? Want jij hebt lang niet alles meegedaan, toch? Ik zou kunnen, voordat jij bijvoorbeeld denkt van ja, had het verhaal mij maar ingezet, dan hadden we het nu wel gehaald. Ja, je bent verantwoordelijk, maar ik heb de eerste twee wedstrijden waarin het al mis is gegaan, heb ik gemist. Niet dat het met mij dan zoveel beter had gegaan. Alleen we hadden er gewonnen. Ja, ja. Ja, dat is lang maar volgen. Ja. Goed, even Sascha, met voetbal? Ik heb niet zo... Nee, dat klinkt wel zo suf. Ik heb niet zoveel met voetbal. Ik vind Ajax leuk. Ik ook niet. Toen ze nog leuk waren. Oh, was jij vindt Ajax nu leuk, maar dat nee, bedoel je niet. Nee, toen ze nog leuk waren. En, nee, ik heb eigenlijk gewoon niet zoveel met voetbal. Vond je Ajax leuk voetbal? Of ben je zo iemand die dan zegt... Ja, ik vind Ajax leuk vanwege de dijen van Bogarde. Ik had wel een leuk huppeltje, maar ik vond hem niet... Bogarde. Ze is niet alleen een vrouwen. Nee, maar die wil bijvoorbeeld... Die zou eigenlijk terug willen komen, Bogarde. Winston? Nee, Bogarde, die zou eigenlijk... Maar die speelde bij AZ. Winston Bogarde. Winston Bogarde. En jij zegt Bogarde, ik zeg Winston. Jij zegt nee, zeg je Bogarde. Klopt niet, hè? Nou, dat maakt niet uit. Ga door. Klopt. Bogarde, Winston van Bogarde, weet je wel. Die wilde eigenlijk terugkomen, omdat Adriaanse daar zit, Adriaanse Co. Wil die gewoon bij AZ voetballen, ZA, AZ. Kootje. Schandalig. Ik vind het echt een schande. Je bent een volwassen man, je hebt een baan, je hebt een paar kinderen. Ja. En dan heb je een seizoenkaart voor Ajax, kost zoiets van 7, 8 een piek. En dan ga je in het stadion en dan ga je... Dan ben je een beetje een loser ben je dan, hoor. Wat heb je vanavond gedaan? Nou, ik heb met de zakdoek, heb ik zo. Ja, ze zo gaat wel hoor. Dan ben je echt een beetje een sukkel hoor. Vind ik zelf. Als volwassen mens, toch of niet? Toen je de kleedkamer in kwam, na die vrije trap, wat zegt dan, hoe heet je trainer, wie is dat? Wat zeg je dan tegen? Zeg je dan tegen, wacht, geweldig man, zo zou ik het nooit kunnen? Of gaat hij dan heel technisch doen? Van, goed, achter je standbeen, zo moet het. Nee. Dan ben je heel benieuwd naar of hij dan echt enthousiast ook is voor je. Nee, niet specifiek. Meer enthousiast omdat je de volgende ronde haalt. Maar ja, is dat heel staat niet echt, echt aan de schouder te kloppen van... nou ja. Dat, ik ben speciaal opgebeld door, weet ik zou niet zeggen door wie, die kijkt ook nooit voetbal. En zegt, je moet kijken naar die vrije trap. Dus ik allerlei zenders afgezept tot hij weer langskwam. En ongelooflijk. Dus, nee, maar dat, ja, ze zeggen dat dat er ook bij hoort dan. Hè. Ja, dat heb je voor geleerd. Dat heb je voor gehaald. Ja. Ja, zeg je, dat heb je voor gehaald. Nee, maar dat wordt dan toch gezegd. Ja, maar jij ligt jezelf niet straks in je bed van, jezus, minasje. Ik ben wel goed. Zeggen dat ik die avond niet op mijn buik heb kunnen slapen. Terug naar het onderwerp, hoerenchans en mirakel. Ja. Het zal wel weer iets heel anders zijn, dat ik niet ga wachten. Ik ga gewoon een tipje oplichten. Het was een artikel over de 64-jarige biljarter Raymond Keulemans, die al 38 jaar aan de absolute top staat. Ja, natuurlijk. Dit is geen tipje oplichten, die vertel je allemaal. Ik vertel eigenlijk gewoon. Ja, ik denk gewoon hele laken eraf meteen. Je zit toch ook in de Teletubbie-fase? Nee, toch, dat vind ik niet. Dat wij geen naam zijn. Nee, ik vind. Je bent wel een beetje Tinky Winky hier vandaag. Oh. Is die leuk, Tinky Winky? Je hebt een tasje. Je hebt een tasje. Een tasje. Ik weet niet of je me beledigd hebt met Tinky Winky. Helemaal niet. Hij is heel lief. Ja, maar ik vind dat Tinky, ik vind dat geen goed programma. Ik vind Sesamstraat... Jij wil liever Dipsy zijn. Dipsy? Ja. Wie is Dipsy? De Groene. De Groene? Ja. En wat doet die dan? Die heeft een... De Groene heeft een bal. Wat een kutprogramma. Ja.
het programma? Kijken jullie daar nou? Je hebt twee kinderen, toch? Ja, mijn dochter is nu een beetje uit, die is 3,5. Maar mijn zoon van 1,5 is helemaal fan van Lala. Lala? En wat heeft die dan weer? Die schil en die heeft... oh nee, Lala heeft de bal, Dipsy heeft een hoed. En Po heeft een... Step. Step, oh. Dat is elke dag op tv. En dan zegt, oh, daar heb je weer Lala met zijn step. Kinderen houden toch van herhaling? Jij doet het toch ook op het 8e seizoen? Nieuw bols, please. Dat zat ik me af te vragen. Jij bent gewoon altijd Henny Huisman. Wat bedoel je? Nee, maar ook dit zo. Dat zou je dan willen? Oh, nee, maar gewoon dat je altijd Henny Huisman bent. Dat je bij de bakker, ja, Henny Huisman. Ja, ik ben Henny Huisman. Maar heb je dan nooit zo die zegt, ja, ik ben het wel, maar... Ik doe net of ik het niet ben. Ja. Nee, dat heb ik nooit. Nee? Ja, maar, ja, hoe moet ik dan doen? Ja, weet ik veel, maar gewoon... Ik heb wel zo'n afgevraagd. Ik had een keer zo'n geel zeiljack gekocht en dat was helemaal zo dicht met slecht weer. En toen zei iemand eerst, die zei, oh ja, niet meer, slecht weer, hè? Maar ik heb natuurlijk een beetje een wonderlijke tred. Misschien is dat wel... Oh, is het, ja. Wat, loop je raar? Loop ik raar? Wonderlijke tred? Een wonderlijke tred, ja. Dat is toch lopen? Dat is lopen, ja. Loop je dan raar? Nou, ik loop een beetje gebogen zo, een beetje grote stappen. Lopen zo'n stukje? Een beetje zo'n jack, wat lopen. Even laten zien. Een stukje, zoals jij klapt, ook een beetje... Ja, maar dan loop je zo weg. Ja, maar het staat jou wel. Het staat, ja, ze hebben gezegd... Loop je zo, dan klap ik. Ik was bij een opname in Duitsland, want ik kom nog wel eens ergens natuurlijk. En, ja, hey. En die presentator die zegt dan van tevoren, als ik opkom, en dan doe ik dit zo tegen u in de zaal, maar ik bedoel dit zo. En dan, oh ja. En dan gaan ze klappen en dan helemaal... Oef, en dan, echt Duits. Mag jouw dochter alles zien? Mijn dochter? Ja, want de tv is duivels af. Nee, dat gaat natuurlijk niet zien. Nee, bij mij thuis mag niet, de tv mag niet zo vaak aan. Alleen Raoul Heertje op televisie, dat moet. Ja. Nee, maar nee. Zit kijk je paar ook nog eens? Ja, sommige mannen zijn rugmaak. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week, maar niet voordat we hebben gekeken naar. Ook Overmars viert feestje in Deens Hotel. Ouders Robijntje dienen klachten in tegen Gerard Reven. Zwarte Piet goed voorbereid op pakjesavond in de Bijlmer. Commentaar rond Brandsteder. Bord? Welk bord? Ik heb helemaal geen bord gezien. Nieuwe stagiaire Witte Huis steeds directer. Zwaar depressieve man informeert naar vertrektijd Intercity. Stiliste Jan-Peter Balkenende ziet verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Georgina Verbaan getypecast voor hoofdrol in Knabbel en Babbel, de musical. Dit was het nieuws. Goedenavond. Bezoek ook onze website www.tros.nl. Na de reclame, Studio Sport.